Yes, welkom beste kijkers, welkom beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Koolkast Late Night, de freshest show van BE. Ik ben jullie host Jay, ik ben hier met niemand minder dan Phantom. Hey. Ik ben hier met Cher. En voor onze gast van vandaag niemand minder dan Maimouna Badji. Yes. Goed uitgesproken, toch? Ja, Maimouna Badji. Goeie, ja, maar ik was aan het weten, ik was aan het oefenen en zo. Ja, Maimouna, ze kennen jou voornamelijk van pannen, zou ik zeggen. Maar wat ook interessant is, dat je al daarvoor ook enkele andere films hebt meegedaan. Ik was even wat onderzoek aan het doen en ik zag dat je had meegedaan aan een film genaamd Duister. Ja. En ik las iets van de eerste feature footage, found footage. Found footage, ja. Genre. Zou je dat een beetje willen toelichten? Wat moet ik daarbij denken? Wat is dat? Oké, dus Duister is een horrorfilm. Ja, oké. Okay. En kennen jullie The Blair Witch Project? Nee. Toevallig, nee. Oké, dus found footage wil zeggen van dat die beelden... Dat het lijkt alsof die beelden zijn gevonden. Mm-hmm. Dus okay. Het is niet zomaar een film en zo, achtergrondmuziek en zo. Gotcha. Verschillende shots en zo. Yeah. Dat is gewoon alsof wij iets hebben gefilmd als studentenproject. Mm. En dat je dat terug... De politie heeft dat zo gezegd teruggevonden. Yeah. Okay. Dus. Dat is inderdaad echt keihard. Dat is zo wel een heel apart genre, ja, zo, snap, in plaats van de gewone. Dus ik ben aan denken, ken je de film Project X nog? Ja, zeker. Was die dat ook niet zo'n, beetje zo'n gevoel van... Ja, zo, dat zijn zo drie boys die zeggen van... Ah, we gaan een feestje organiseren voor jouw verjaardag, want mijn ouders zijn weg. Maar die hele film is eigenlijk gefilmd door een van hun. Mm. Ja, wel, dat is zo, ja. Okay. Want een van de karakters in de film is zogezegd de cameraman. Okay, ja. Maar er was een cameraman, ja. Maar hij stond gewoon zo heel tijd ernaast. Okay. Hoe is het om een horrorfilm te maken of mee te spelen? Bro, leuk. Hou je zelf van horrorfilms? Nee. Ja, hoe was het dan zo? Het is niet dat ik niet hou van horror, maar ik ben gewoon iemand die snel bang is. Maar ik wou dat wel gewoon doen voor de ervaring en zo. Mm. Die special effects en zo, super nice. Verschiet je op de set? Nee, dat is niet... Ik zal verschieten. Zelfs als ik het weet, ik zal verschieten. Verschieten, maar wat? Found footage, je ziet ineens iets geks. Oh, joh, ja, maar je weet op voorhand wat er gaat gebeuren. Dus dat is... Ah, nee. Mm. Ah, dus in feite, je moet jouw soort van... De manier hoe je schrikt ook gewoon lopen acteren, dus... Tuurlijk, ja, je weet alles op voorhand. Hè, makes sense, maar het is zo van, ik vind het zo grappig, want... Hoe kan je het laten over... Ik weet, het klinkt dom, maar gewoon echt zo van... Als actrice duidelijk, maar hoe kan je dat zo laten overkomen... alsof het iets echt is? Hoe je het al bang zijn. Dat is de hele job van acteren. Ja. Ik weet het niet, maar ik weet het. Er komt super dom over. Ik vind het inderdaad heel fascinerend van hoe iets dat super oprecht... en natuurlijk overkomt, om dat zo over te brengen naar het scherm toe. Zeker in horrorfilms. En dat vind ik inderdaad wel heel erg knap. Want inderdaad, als je dan kijkt naar Panna... dat je een personage speelt die wat zo meer bikkelhard is... vind ik het wel interessant van hoe je zo totaal andere soorten films doet. Wat was het moeilijkste? Sorry, Jay. Panna of Duister, doe je. Maar het is allebei moeilijk op een andere manier. Okay. Allee, moeilijk. Het is gewoon een andere voorbereiding. Mm-hmm. Bij Duister komen er... Oké, dus er is een scène waar ik helemaal naakt ben, bijvoorbeeld. En dat was dan moeilijk mentaal. Allee, niet echt moeilijk, maar gewoon wel iets waar je op moet voorbereiden van... Oké, mensen gaan mij naakt zien, heel de set gaan mij naakt zien. Ja. Op die manier wel. Word je daar bij zo'n type scènes bijvoorbeeld, word je daarbij, kan zeggen, gecoacht? Of zijn er mensen die je daar een beetje bij helpen bij die voorbereiding? Of? De regisseurs gewoon. Okay. Ja, ik heb heel veel met hun gesproken. Dat ik op mijn gemak ben en zo. Ja. Oké, nice. Ja, inderdaad. Het was wel een goede, opmerkelijk film. Want ik las ook dat het in première ging in het Razor Reel Festival. Filmfestival in Brugge. Mm. En daarvoor had je ook nog in de film gespeeld. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Gyre. Ja, Gieren of Gieren, toch? Oké, cool. Ja. En dat ook werd geselecteerd door de Belgische studentenfilm kortfilmcompetitie aan een filmfest Gent. Ja. Dus ja, je hebt toch wel het een en ander gedaan dan? Ja, blijkbaar. Ja. Opeens zit een Gieren, ik weet niet hoe dat... Ja, dat is wel heel cool. En we hebben het al je mede-artiest al gevraagd aan Nadesh. En hoe heb jij dan ervaren met dit allemaal, voornamelijk in Panna, van hoe ben jij daarin gerold? Mm. En hoe ervaar je nu de impact met... mee te hebben gedaan aan zo'n serie? Dus hoe dat ik er ben ingerold. Ik heb auditie gedaan. Gewoon een klassieke manier? Gewoon. Ja, gewoon via een castingbureau. Mm. En dan had ik de rol gekregen. En ik weet nog dat moment dat ik wist dat ik de rol had. Ik stond zo in mijn keuken. Mm. En die belde van, ja, je hebt de rol. Ik zo, ah, oké, okay, ja, chill, dank je. En ik leg ze af. Ik zo, what the fuck?
Oh my god. Ja. Yeah. Maar toen had ik de rol en dan waren wij dan toen. En ik had zo niet door dat wij een serie aan het filmen waren of zo. Okay. Allee, ik had wel door toen wij op set stonden, maar nog niet dat ik echt in een serie aan het meedoen was. Mm. Pas achteraf, toen zo alle reacties kwamen en zo, was ik zo van... Oh, nu is het dan om zo van de ene rol op de andere te springen. Allee, niet springen, maar het switchen van die serie naar die film, naar de film en dan een andere serie. Hoe is dan al die rollen zo door elkaar... doen. Bij mij valt dat op zich nog mee, want er zit altijd wel tijd tussen. Mm. Maar ik vind dat nice. Ik vind dat iets goed als je als acteur je verschillende kanten kunt laten zien. En dat heb ik bijvoorbeeld wel echt met Panna en Duister. Mm-hmm. Ik heb ook in Onder Vuur meegedaan, dat is zo'n serie op één. En daar speelde ik een blind meisje, wat ook totaal iets anders is dan bij Panna. Dus dat vind ik wel nice, dat ik dat gewoon... Zoveel mogelijk kanten kan. Dat moet toch moeilijk zijn? Een blinde persoon spelen? Mm-hmm. Damn, ik weet zelfs niet de vraag. Ik ben me daar echt aan het inbeelden. Bereid je voor op zoiets? Ik heb wel echt veel zo onderzoek gedaan. Zo filmpjes gekeken van hoe bewegen die in hun gezicht. Want dat is bijvoorbeeld... Als wij praten met elkaar, mijn eerste reactie is om te kijken naar u. Maar bij blinde mensen is dat vaak hun oor... draaien naar u om te horen wat ze zeggen. Dus zo, die dingen heb ik wel zo wat opgezocht. En ik had grijze lenzen in. Ja, ik wou het net vragen. Ja. En wat echt hielp was dat die echt donkerder waren. Dus ik kon echt weinig zien. Wow. En voel je dan je andere zintuigen meer? Sterker worden. Dat je die dat is waar. Ja, dat is echt zo. Ja, ja. Ja, omdat ik zag minder. Dus ik ging ook direct meer focus op mijn... Op de andere. Ja. Ja. Dat is hard, man. Dat is echt. Sjerg, ik heb een vraag voor jou. Als jij ooit in een film zou kunnen spelen, wat type film zou jij willen spelen? Maar dat is mooi, snap je? Snap je? Camera roept naar hem. Dus wat, een romcom dan? Nee, geen romcom. Actie, comedy. Denk biografie. En je zou iemand willen spelen? Ja, bro. Wie zou je willen spelen? Als ze ooit een biografie maken van... Wea. Oh, wie? Ja, geen sporter. Ah. Zo politiek of zo. Ja. Sowieso. Ik kan niet goed kiezen. Zou jij ooit een biografie willen spelen? Denk nou over die antwoord. Ja, ik krijg kei vaak de dingen dat ik lijk op Navid Jan. Dus als er ooit, een film over haar wordt gemaakt, vind ik dat ik haar mag spelen. Kijk, staat de camera. Ja. Mensen, check. Je weet bij wie je moet zijn als je een film betaalt. Nee, wacht. We gaan dat nu vastleggen. Als er ooit een... biografie is van Navid Tjam, dan speel jij die rol en dan produceren wij de film. Is klaar. Kokas Productions. Hey. Wij stelen de rechten nu. Nu! Nee, maar als ik biografie van een rapper moet spelen, zou ik eerder die van Jay-Z spelen. Ik vind hem kapotgraaf. Mm. Kapotgraaf. Zijn story, zijn biografie. Mm. Dat is moeilijk. Waarom lach je? Nee. Ik snap het wel, maar het is niet de juiste casting, bro. Sorry. Ja, maar als ik mocht kiezen... Nee, als ik mocht kiezen, zou ik hem wel doen. Ja. Maar... en als sporter weet je eigenlijk. Omdat hij ook zo die transitie maakt naar politiek. Van voilà. Wie zou jij spelen? Ik wou eigenlijk naar jou vragen. Ik ben benieuwd naar jou. Steph Curry, man. Makes sense. Super logisch. Sowieso. Ja, klopt. Dat zou fucking leuk zijn. Je speelt gewoon basketbal. Je moet ook leren tegelijkertijd. Moet je nagaan. Wat? Denk jij dat voetbal? Nee. CGI, man. Ze gaan maar 1,93 meter. Nee, maar dat is het ding. Nee, maar kan. Beeld je dus in. Gewoon is dat toen die blauwe ogen of niet? Wat? Ik ga stuk. Nee, maar gewoon beeld je dat in van weten dat je waarschijnlijk de bal niet meteen een 3 kan gooien. Dat ze het gewoon gaan fixen. Ah, ik kan. Ik zie goed van 3, hè. Oh, serieus? Ja, man. Ja, ik wist in een video dat je een weddenschap had gewonnen. Maar... Weet je nog? Ja, ik weet je het nog? 100 euro, hè. Alice Splash, maar afhangen. Oké. Sorry. You are divulging. Klopt. Ik weet zelf echt niet wie ik zou naspelen. Ik weet wel gewoon een comedy film zou willen spelen. Weet je wie jij zou kunnen spelen? Niet doen. Oké, dan. Zeg, ik ben benieuwd. Huh? Ik wil nee. Oké, voor de kijkers dan, de luisteraars. Nee, maar dat is gewoon zo dat je hebt niet te veel make-up nodig, je lijkt er al op en zo, snap je? Verras me. Mandela. Wat? Sorry. Dat is mijn laatste joke over Jay dat hij oud is. Ik stop ermee. In 2022... Ik wist echt niet wat... In 2022 maak ik geen jokes meer over Jay. We zien het volgend jaar. We gaan verder met Andy. Yes. Stuk.
Met de eerste trending topic zou ik het even een artikel onder de loep willen nemen. Van de morgen. Het ging over het klassieke zenders die de helden van het internet omarmen. Om even wat kort toe te lichten. Zoals je ziet bijvoorbeeld bij de slimste mensen ter wereld, zie je een opvallend nieuwe casting van mensen die niet meteen uit de klassieke tv zijn opgekomen, maar eerder uit het internet. En het gaf natuurlijk wel heel veel gemixte reacties en zo. En sommigen zien het natuurlijk als een opkomst van oké, ik kom wat nieuw vers talent. Al de mensen zijn boos. Om het kort samen te vatten, ja. En dan wil ik ook meteen de vraag gaan stellen naar iedereen. Zien jullie dit als een win-win situatie? Ik vind dat eigenlijk interessant, omdat toen ik het eerst las, dacht ik ook inderdaad, ah, dat is nice, weet je. Mensen die op internet en YouTube eigenlijk al veel hype hebben en volgers en zo, krijgen nu eindelijk een kans om op tv te komen. Maar ik was aan het verder lezen en de persoon die werd geïnterviewd had ook een goed punt van, maar sommige van hun hebben al een grotere audience dan tv, weet je. Klopt, ja. En dan had ik zoiets van, willen wij zelfs nog op tv? Ja, jij misschien wel. Jij wilt wel. Maar dat is anders, denk ik. Dan. Weet je? Ja, vertel eens. Want natuurlijk, Panna was beschikbaar op wat? GoPlay inderdaad. Mm. En dat is wat toch meer online. Dat is online, ja. Ja, en dan vraag ik me af van, hoe zie jij dan? Is dat voor jou natuurlijk eerder een ambitie voor om enkel gewoon mee te doen aan films die online in een bioscoop te beschikbaar zijn? Of wil je misschien toch even een debuut hebben maken in het kleine scherm? Ik vond online ook wel goed, omdat je veel, het publiek was een jonger publiek. Mm-hmm. En die zitten allemaal op hun gsm en zo. En dus jij kon Panna gewoon overal kijken als jij 4G had. Mm. Maar ik vind allebei wel nice. Ik zou ook wel nog op tv willen komen, sowieso. Heb jij wel de slimste mensen een beetje meegevolgd? Een beetje. Ja. En hoe ervaar jij dat nu? Heb je bijvoorbeeld de vorige seizoen alles meegevolgd? En zie je ook echt zo'n groot verschil van hoe dat te werk gaat? Heeft dit seizoen ons getriggerd om meer naar de slimste mensen te kijken? Bij mij wel. Maar dat is puur omdat ik mensen, nu opeens ken ik zo'n mensen die eraan meedoen. Ja. Dus want je bent een superster. Nee, niet daarom, maar gewoon zo. Dit jaar heb ik zo naar premières mogen gaan en zo. Ja. En je ontmoet mensen. En ik was in de zetel met mijn mama. Ik was aan het kijken naar slimste mensen. En dan bij elke aflevering was ze zo, ah, ik heb die gezien, ik ken die. En mijn mama zo, wow, dat is kekkel. Maar dat is, ik vind dat wel goed, dat mensen van gewoon internet en zo ook wel daarop komen. Maar, Maar ja, dan ga ik weer terug naar wat jij zei. Is het dan wel echt nodig voor hun? In wat winnen zij daarmee meer dan altijd de tv? Altijd ja en nee. Ik denk, ze is sowieso een nieuw publiek dat je gaat leren kennen. Yeah. Ik denk alleen dat voor mij eigenlijk het belangrijke is. Ik heb heel vaak, maar dat is hoe ik een beetje in elkaar zit. Ik heb heel vaak zoiets van, ze nodigen je uit, maar zo meer om je fame of clout te gaan gebruiken. En ik ben vaak bang van, die mensen gaan zo'n kans krijgen om in een serie mee te spelen. Of zo. Bijvoorbeeld Average Rob zit ook in een serie. Yeah. Maar dan is de vraag van, weet je, gaat er ook structureel iets veranderen? Als in bij de slimste mensen ben ik ook gaan opzoeken. Die zijn blijkbaar wel al 2 jaar ook bijvoorbeeld achter de schermen aan het verjongen. Ja, dan vind ik dat goed. Maar dat is ook gewoon een stap die er ooit moet komen, snap je? Want bijvoorbeeld Afro-België is volledig Instagram. Dat is ook gewoon een volwaardige serie in mijn ogen. Dus vroeger was dat die switcher moeten komen, dat die switch nu maken is goed. Maar ze hebben niet echt de keus, denk ik. Nee, dofies. Maar ik denk sowieso dat wel opportunities zijn voor al die mensen. En ik denk dat ook, die scène is eigenlijk nu pas aan het groeien in België. Weet je, alles wat internet en TikTok, YouTube, Instagram, al die dingen. Dus ik denk wel dat de toekomstige BV's zijn. Alleen hoop ik dat die dan ook een soort van beslissingsrecht gaan meekrijgen. Of een soort van niet alleen gebruikt gaan worden op het scherm en dan, eens dat je niet meer pop in bent, weg, maar dat die ook meegaan kunnen sturen in waar de cultuur naartoe gaat. En echt ook de cultuur kunnen vertegenwoordigen van, dit is wat wij checken, dit is waar wij naar kijken. Klopt. Maar ik denk dat het sowieso een hybride gaat worden van heel veel shows gaan gewoon online te bekijken zijn en niet meer echt op allebei iets bijbrengen, snap je? Want tv-zenders hebben al die ervaring, het materiaal en ook gewoon geld. Het geld en alles wat erbij hoort om het professioneel te maken. En ik denk dat de mensen die op socials bezig zijn vooral de creativiteit hebben die nodig is en ook de know-how van hoe ze die jeugd moeten meetrekken. Dus dat is samen wel een goede mensen. Ja. Dat is wat ik bedoel. Als ze ook die sleutels geven aan die mensen om te zeggen van help ons die shit te veranderen, dan vind ik dit positief. Ja, Gilles? Hoe? Hoe? Ja? Oké.
Dus een shout-out naar Flo Windy, want er wordt mij hier verteld dat zij ook aan programma's heeft meegewerkt bij de VRT. En dat je ziet dat ze daar een touch aan heeft gegeven. Ja. En by the way, ze heeft mij deze week gevolgd. En ja, maar op Twitter. Ik heb jou teruggevolgd. Ik weet niet waarom je mij hebt gevolgd, oprecht. Maar ik vind dat super hard. Dus dubbele shout-out naar jou. Cool. Nu, eigenlijk op de grote hamvraag. Is wat is een hamvraag? Nee, gewoon echt zo de grote, de big, okay. Big hoofdvraag, ja. Ik spreek in Nederlands, hè? Ja, weet je. Koelkast gerelateerd toch ham, koelkast. Sissi, branding. Snap je. Is de toekomst van tv of gewoon de toekomst van media nog bij tv? Gaat nog een grote speler worden in de toekomst? Ja en nee. Ik denk de klassieke tv, nee, maar de bedrijven of de tv-zenders gaan wel gewoon de stap maken naar online. En ik denk wel dat ze gaan altijd de grootste speler blijven, dat denk ik wel. Weet je wat ik zie, is vooral dat tv een scherm wordt. Echt gewoon een scherm waarop je je Netflix afspeelt, je Spotify. Of je VRT nu. Voilà. En dat je gewoon op VTM Go bijvoorbeeld nieuws dan later kijkt. En dat is gewoon een instrument geworden waar niet meer echt zenders... Die je regelmatig checkt. Nee, je kijkt gewoon een paar programma's die je dan op je tv afspeelt. Got you. Maar dat tv echt zenders gerelateerd is in het pakket, dan nee. Maimouna, wat denk jij? Ja, ik weet niet. Ik vind zo... Ik ga akkoord met dat dat gewoon een scherm is waar je je Netflix en zo op kijkt. Ik ken ook de meerderheid van mijn vrienden die gewoon zeggen van... Ja, ik kijk eigenlijk geen tv meer. Ja. Of als je vraagt welke series kijkt, ga noemen die gewoon dingen van streams, Netflix, dingen op. Heb jij bijvoorbeeld zelf echt nog één ding van tv waar je nog naar kijkt? Van een klassieke tv-kanaal zender? Ik denk wel sport en zo grote evenementen. Maar zelfs sport, want bijvoorbeeld Ligue 1, die hebben vorig jaar gezegd, die waren van plan om de Ligue 1 enkel op Netflix af te spelen. Dus dat is nu Amazon. Ja. Dat is nu Amazon geworden. Sorry. Maar dat dat naar toekomst toe echt ook naar gaat streaming verdwijnen. Ja, dat is waar. Dus. Maar ik denk misschien zo grote events, man. Je weet. Weet je, zo Eurosong Festival. Is zo gewoon traditiegewijs af. Maar zo vroeger bij ons thuis was dat echt zo... Oké, op die dag, om dat uur, is dat programma. Wij gaan allemaal kijken in de zetel, wij gaan dat doen. Zo. En, nu is dat niet meer zo. Ja. Dat is gewoon, jij kunt maar ik vond dat wel iets hebben. Ja, maar dat wil ik zeggen, van, dat was echt zo'n... Een ding om samen naar een serie te kijken op tv. Ja, en nu is dat gewoon, ik ga dat later bingen op GoPlay. Of neem het op voor mij of zo. Ja, voilà. En dat heeft ook zijn charmes, want jij kunt gewoon dingen kijken wanneer je wilt. Ja. Klopt. Maar dat heeft zo... Die sfeer en de zinnigheid is er niet meer. Ja. Nee, dat is waar. Wat ook is mensen die nu alleen gaan wonen, wat je het laatst koopt in tv. Vrienden van mij die dan alleen gaan wonen, zeggen altijd van, ik heb nog geen tv. En dat duurt nog. Ja. Gewoon laptop, toch? Sowieso. En dat is ook gewoon het enige dat je nodig hebt eigenlijk. Gewoon kijken op je laptop. Kijkbeleid. Maar ja, goed, dat is zeker interessant. Ja, dus daar wil ik hiermee toch wel mooi afsluiten. Yes. Met dat er zeker hoop is naar nieuw mediatalent die we zou maken naar tv. En als inderdaad nood is aan nog iets meer in praktisch alles, bel ons. Yes. Nu, we overgaan naar de volgende topic. Dat is eigenlijk eentje dat je gewoon niet uit de weg kunt gaan. Je ziet het online, je ziet het overal. Er wordt al gesproken. Je moet werkelijk een effort doen om de spoilers te vermijden. Ik heb het over niets anders dan de film. Spider-Man No Way Home. Yes. Eerst ga ik even vragen. Ik heb hem ook niet gezien. Oké, okay, ik heb hem nog niet gezien. Niemand heeft gezien? Nee. Er gebeurt... Nee, grap. Maar ik heb wel het privilege gehad om het te mogen zien. En om het zo spoiler-free mogelijk te kunnen teasen. Het is geen privilege, je hebt betaald, bro. In de zin nee, privilege in de zin van dat het heel moeilijk is om een ticket te bemachtigen nu. Is dat? Ja. Hij moet tickets bestellen nu. Ja, bro. Gewoon voor de cinema. Ik moest wel gaan kijken. Die hebben besteld voor volgende week. Klopt, inderdaad. Ik heb het echt gewoon eigenlijk dezelfde dag gedaan. Dus je kan niet meer naar de cinema en zeggen... Nee. Ik stond in de rij. Ik moest echt zo... Ik was... Eergisteren gegaan, 9:45 of zo. En ik had ook gelezen dat echt een van de beste openingsdag... Nee, de beste openingsdag van het jaar is hier. Ah, dat kan ik wel geloven. Die 350 bezoekers. 350.000. Oh my god, wow. Ik weet niet wat er is van vandaag. Dus 350.000 bezoekers hebben hem gezien. En ja, kijk, terug naar mijn spoiler-free review. Het is gewoon een hele goede film. Een mooie trilogie, een mooie afsluiter. En kijk, het... bevestigt gewoon van hoe mooi het hele MCU is, hoe goed ze dingen in elkaar steken. Het heeft natuurlijk zijn foutjes, geef ik eerlijk toe, maar voor een puur zaal Marvel fan, gewoon genieten. Nu, dan wil ik eigenlijk wel voor de vraag stellen van Spider-Man, zegt jullie iets? Jullie kennen het, van horen zien of
Jullie hebben wel dingen gezien van Spider-Man zelf? Fan? Ja. Spider-Man fan? Ben je niet per se fan? Spider-Man, maar Marvel. Ja? Marvel, zo, ja. Wie is jouw favoriete Marvel? Favoriete Marvel superheld. Is niet erg, we zijn er beide. We zijn samen, bro. Jij fout, ik fout, samen fout. Er was geen fout? Ja. Jouw favoriete Marvel superheld? Wie denken jullie? Wat? Thor. Ja, nee. Wat, Black Widow? Nee, begint wel met Black. Black Panther. Maar dat is gewoon omdat Chadwick Boseman... Rest in peace. Rest in peace naar hem. Ja. Nee, maar ja. Maar ik kijk heel graag Guardians of the Galaxy. Het grappige is, dat is de enige die ik heb geskipt. Ik weet niet, het trok me niet aan. Je skipt als je niet naar gekeken? Ja, niet naar gekeken. Het is hard, man. Dat is een skip. Ja, dat is echt grappig. Het is echt hard, man. Het is echt hard. Ik weet niet waarom de cool als sportmensen aan het lachen zijn, maar oké. Damn. Dus anyways. Want het is geïrriteerd. Nee, grappig. Jouw favoriete Marvel? Ding is... Hij kijkt niet. Ik ken het verschil niet zo goed tussen DC en Marvel, sorry. Wow. Kijk, weet je, Cher, ik wil je zeker bedanken voor je bijdrage. Ik denk dat dit een mooie manier is om jouw intro in hier te brengen. En dan tegelijkertijd ook af te sluiten. Dus bij deze willen we Cher bedanken voor zijn bijdrage. Het ding is... Ik ben nog niet klaar. Nee, het is cool, Wat is jouw favoriete superheld? Black Lightning. Wat? Ah, Black Lightning van dingen, CW. Black Panther, maar ik kan niet hetzelfde zeggen, maar dan zeg ik Black Lightning. Nee, ik kan hetzelfde zeggen als dat je favoriet. Oké, dat is Black Panther, ja. Okay. Black Lightning. Zelfs supernationalistische zwarte mensen die zeggen hem niet als favoriet. Pretty much, nee, eigenlijk wel, ja, klopt. Zelfs nee, Black klopt. Panther mensen die mij met Berezo zeggen niet Black Lightning, bro. Wie is jouw favoriet? Die petit, hè? Ant-Man. Nee. Zomaar! Nee, niet eens. Nee, het is voor mij een soort van een top 3 die in rotatie zit. Er zit gewoon één. Ach. Nee, ik kan er gewoon niet soms bij heen. Oh, sorry. Wat? Wie? Huh? Thanos. Doctor Strange. Thanos. Hij zei Thanos. Maar hij is een super... Hij is geen superheld. Nee, hij is een favoriete super... slechte. Hoe zou je hem een superheld willen noemen? Oh, hij wil de planeet redden. Wauw, als je het zo wil zien. Ja, dus anyways, mijn favoriete superheld is gewoon Spider-Man, corny, maar het is gewoon goed. Corny? Nee, maar in de zin van, we hebben het over Spider-Man, dus hij is mijn favoriet. Het is gewoon, om even daar verder op in te gaan, ik vind het gewoon dope, omdat hij een masker heeft, maar echt tot zijn gezicht bedekt en daar zo de gevoel geeft dat, maakt niet wie je bent, je geaardheid, afkomst, whatever, jij kan Spider-Man zijn of Spider-Woman. Mm. En dat is gewoon cool. En dat is ook de idee van Stan Lee, maker van Spider-Man. Dat is ook de bedoeling hoe hij Spider-Man heeft gemaakt. En ja, ik zie dat inderdaad wel zijn vrucht afwerft, want je hebt alle soorten Spider-Mans. Oké. Ja. Dat is heel mooi. En die was jouw favoriete superheld of superschurk? Nee, sowieso Spider-Man en eigenlijk Daredevil, man. Een blinde man. Ja, man. Ik vond hem zo hard. Ik weet nog vroeger, wie heeft die gespeeld? Ben Affleck? Klopt, ja. Nee, toen niet. Of heb je die... Nee, die was slecht, hè? Ja, maar ik vond dat hard toen. Snap en je? Heb je die nieuwe... Nieuwe maar dan heb ik expres... Nee, ik heb expres niet meer gekeken naar alle nieuwsjes. Gosh, die moet je checken, die moet je echt... Nee, want ik wil die... Nee. Waarschijnlijk als ik nu ga kijken, ga ik zeggen, hij is niet zo hard. Hij is hard. Dead? Nee, echt waar. De nieuwe, derde van Matt Murdock, die guy, wat? Charlie Cox. Ja, hij is goed. Wat? Is dat zijn naam? This. Wow, kom op, nee. Wat ik hard vind bij dat heel Spider-Man verhaal, is eigenlijk hoe jeugdfilms zo'n impact blijven hebben op mensen. Een tijdloos is, snap je? Ik zie nu al mijn vrienden, weet je, we zijn 5, 6, 7, 20, 8, 9. Ik weet niet waarom, ik dacht ze ging zeggen 5, 6, 7 jaar. Ik weet echt niet waarom. Ik weet echt niet waarom, maar. Sommige 4, 35, snap je? Mm. Maar... No shame. Het feit dat zij zo hyped zijn voor een film, vind ik gek. Weet je? En ik wou ook aan jullie vragen, van, hebben jullie een film waarvan jullie denken van, of wat jullie dat ook hebben gehad? Zo van, in mijn jeugd heb ik dat gekeken. En als er nu een sequel zou zijn, of als, wanneer een sequel was, was ik ook echt hyped of zo. Shrek. Oh, wauw. Ik vind het een super antwoord. Waarom? Ik wil graag weten waarom. Want kijk, als jij Shrek zag als kind, jij vond dat super nice en zo. Dat is kei grappig. Eigenlijk niet. Maar als je... Jawel. Shrek is hard. Oké, Shrek is echt hard. Maar als jij nu kijkt als volwassene, er zitten zoveel dingen in Shrek dat je alleen als volwassene begrijpt die nog grappiger zijn dan, snap je? Ah, zo, oké. Okay, op dat allee, ik zeg nu Shrek, maar dat is omdat ik weet dat dat bij die film zo is. Maar... Mm-hmm. Nee, dat is. Shout out Fiona, man. Ding wat is, zou dat bij jou zijn? Kan je komen op sequels, man? We hebben sowieso biografieën en zo.
Hij kijkt waarschijnlijk naar Hij kijkt niet naar films. Ja, maar... Moe. Hij checkt gewoon dagelijks op. Hij op zijn achter naar documentaires en zo. Wat is daar mis mee? Niks. Hey, hey, hij komt vijandig uit de hoek, man. Damn, hey, sure. Hier ben je. Nee, man. Ik kan er niet... We komen zo bij je terug. Alex? Ik ga die van Brian gebruiken. Harry Potter. Ik vind de hype rond Harry Potter echt hard. Ik was net te laat. Ik vind dat hard hoe mensen die boeken wilden lezen. Hoe ze, weet je, dat zo bij Twilight dat je dat ook... Bro, mensen worden gek. Mensen worden gek. Ik vind dat hard. Hoe dan film zo input... Impact. Impact kan hebben op jou. Ik vind dat super hard, man. Yeah. En nu heb ik ook gezien, Harry Potter, ze hebben een reunie aangekondigd. Ja. En mensen, kijk hoe ze lacht. Maar ik kijk niet eens naar Harry Potter. Maar je bent ja. Ja, maar dat is precies de impact, ja. Dat is hard, man. Ja, klopt. Heb jij dat met een film? Oh, boah, ik kan me gewoon dingen. Avengers Endgame en Infinity War. Dat kan ik me gewoon inbeelden, omdat dat eentje wat hij met zijn boys was. Ziek. Huh? Wat? Hij was zo'n kind toen. Oh shit, ja, wacht. Oh wow. Wacht, oh shit, ja. Superman dan. Superman. Superman? Ja. De escrow. Ik wou, je toch? Weet je Superman hard? Toen de tijd, ja. Ik vind dat de domste superheld. Dat is oké. Ik vind dat de domste superheld. Hij zet een bril op en niemand weet wie hij is. Wacht. Ik vind dat zo dom. Wacht, ja, kijk, voorbeeld. Ah! Kijk. Je weet nu wie ik nu ben. Oh, we gaan vechten, Oele. Ja. Nee. Wil je Superman hard? Nee, wacht, laat me dit afmaken. Je weet wie ik nu ben. Nee, ik ga niet doen. Hij gaat zijn bril afdoen. Wil je Superman hard? Dat is echt dom. Ik vind zo'n films... Wat is fix? Ze vinden ook van... Ze zeggen eigenlijk, het publiek is dom. Oh. Jij die kijkt, is dom. Eind van de dag, bro, het is fix. Ja, dat is disrespectful, man. Oké. Okay. Dus een bril. Ook even disrespect was een guy die multimiljonair is... en de dood van zijn ouders verwerkt door Batman, ja, man. Tering in te slaan. Hij is kapot grappig. Batman. Dat is toch niet hetzelfde? Batman. Ah, mooi. Zou je hem niet herkennen? Batman. Er zijn ook heel slechte Batman skins bij de. Die was de slechtste. Dat weet ik niet. Ja. Was dat ook Ben Affleck? Ja. Ja, hij is de slechtste. Serieus? Nee, of wie was voor hem? Christian... Nolan. Nee. Christian Nolan is de regisseur. Gewoon. Christian Bale. Nee, Bale is goed. Christian Bale is goed. Ja, ik denk Affleck was slecht. Affleck was goed, man. Of wie was voor Affleck? Voor Affleck was er een slechte. Je had wat Val Kilmer of George Clooney of... Clooney? Adam West, nee. Hij is slecht. Ja? Adam West is slecht, nee, man. Ik weet niet. Hij had zo slipjes en zo. Dat maar niet. Nee, man. Dat is echt zo slecht. Nee, man. Nee. Niet doen wij films reed, hoor. Nee. Ik veronderstel dat jij films niet zo reed. Ik ben niet zoals hij. Slecht, man. Dat is echt slecht. Nee. Hoe zou je het noemen dan? Zou je het minder goed noemen dan? Ja, ik weet niet. Okay. Maar vind je reviews belangrijk? Ja. Check je ze bijvoorbeeld? Nee, ik check ze niet bij mezelf. Ja? Oké. Okay. Dat bepaalt wel of jij gaat kijken of niet. Hm? Dat bepaalt wel of je mee gaat kijken of niet. Nee. Of kijk je niet zo naar Instagram? Kijk gewoon voor side info. Ja. Okay. Instagram comments of zo, of Facebook comments. Over mij? Ja. Nee. Nee? Mm-mm. Ah, dat is goed, man. Dat is gezond. Goed, heel goed, ja. Ik kan nog zeggen, Lion King vond ik graaf. Allee, er is geen sequel of zo. Allee, maar het is ook geen superhelde film, dus wat zeg jij nu? Laat ja, maar... Was dat de vraag? Want ik zei Shrek. Kijk, je vroeg welke film is mij bijgebleven als kind, was ik hyped om een nieuwe versie als bij Lion King. Wist je dat ik de vervolg van Lion King pas echt 20 jaar later heb gezien of zo? Ik was zo teleurgesteld in de cinema, maar ik was wel hyped. Wacht, pause. Hoe heb jij het vervolg van Lion King... 20 jaar later gezien. Dat was toch 20 jaar later? Je bedoelt die... Dat is gewoon een remake, hè? Ja, hij bedoelt die remake. Ja, daarom. Ja, nee. Het is niet 20 jaar later. Nee, ik heb het pas later gekregen. Wat? Oh. Zijn er meerdere Lion Kings? Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Animatie Disney? Ja. Ja, nee, joh. Ja, animatie ja, bro. Disney. Ja, dat bedoel ik. Bro. Ik heb alleen de Lion King bekeken. Dat was het pas later. Schoot mij te binnen om gewoon de volgende film te kijken. Simba's kids zijn al. Check it. Papa, ik weet dat je kijkt. Waarom weet ik niet dat drie Lion Kings zijn? Hm. Wat deden wij mee? Moet even goed zitten met je altijd paard. voetbal. Kijk nu. Info van Gilles. In 94 op de originele. De originele?
Ik denk, Nederlands niveau vandaag is echt erbarmelijk laag. Volgens Jules dropte in 94 de originele. En wanneer kwamen de twee andere? Alsjeblieft. De tweede in 98. In 98 de tweede Lion King. Oh, er zijn drie Lion Kings. Ja, ze namen hun tijd. Ja, dan komen spin-offs en ik ga series, whatever. Dit weekend bekijken. Oké. Goeie. Dus in feite eigenlijk heel terug naar Spider-Man. Dus we hebben een hele gekke weggenomen. Yeah. Gaan jullie het zien? Ja, 100%. Ja, Jer? Zeker. Maimouna? Sowieso. En shout-out naar Spider-Man fans, want zij spoilen niet. Zij zijn echt respectvolle mensen. Mm-hmm. In mijn tail. Jouw tail. Ik heb echt 50 nieuwe genegeerde woorden moeten zetten om gewoon zo spoilerless van te kunnen genieten. En ik heb al een paar dingen al moeten zien. En ik wist al van, ja, dit ging gebeuren. Dus ja. Kijk, ik zeg gewoon, jullie hebben tot zondag. Ik denk, we gaan een spelletje spelen om Jay op te beuren, man. Wat denk je? Dat lijkt me een goed idee. Ja? Sheikh, welk spelletje spelen we vandaag? Heb je al? Leg je al uit. Heb je al eens een spelletje waarin we vragen stellen die met heb je al starten? Bijvoorbeeld, heb je al eens geld gestolen van je ouders? En als je antwoord ja is, draai je je palet om. Zwarte kant naar boven. En als het nee is, rode kant kan je nu laten zien. Jay, stel mij een vraag. Heb je al eens gestolen? Dit gaat leuk worden, jongens. It. Bij wie begin ik eigenlijk? Dames, gewoon gooien voor iedereen. Iedereen moet gewoon. Alles. Heb je al eens naar school gebeld en je volgt naast je ouders? Echt? Serieus, Cher? Niet mijn eigen ouders. Nee, vertel. Wat? Vertel. Wat? Wow, vertel. Dus, ik moest een vriendin helpen. En mijn voet was haar vader. Je hebt jouw voet dan als de vriendin van u? Als de vader van een vriendin, ja. Damn. Hoe oud was je toen? Zo. 20. Oh, dat is al vorig jaar of zo. Oh. Dat is vorig jaar. That's crazy. Wat jij gezegd? Ik had nee. Nee? Oh. Ja. Nee. Ik heb wel al gevraagd aan mijn mama om te bellen naar school. En zei dat ik ziek was. Ze heeft dat gedaan? Mm. Shout-out. Bro. Aan Maimouna's moeder. Mijn moeder zei altijd, de dokter gaat open om 4. Dus of jij thuis blijft of naar school gaat, je moet toch wachten. Ga naar school. Ziet, hè? Wow. Ah, sorry, ik scheelt echt te veel, hè? Is niet erg. Nee, ik weet gewoon dat wanneer ik muziek voerde, dat mijn pa gewoon me uit bed sleurde. Heel wat dokter Erik Krik in echt? Ja, mijn pa sleurde me uit bed, maar zegt van, mannen worden niet ziek. Dan sta ik dan. Hey, dat is toxisch. Dat vind ik wel, hè? Dat vind ik echt toxisch. Dat is heel grappig. Nee, dat is gewoon grappig. Want mijn pa zegt zo, hij is een man. Dus hij zegt wat van, mannen doen dit en mannen doen zus en mannen doen zo. Dus, voilà. En kijk nu. Ja, inderdaad. Wow. Kijk nu. Kijk, man. Shout out naar jouw pa. Yes, wow, echt. Die testje dit. Mannen worden niet ziek. Hij wordt zelden ziek. Gaan jullie liggen, man. Oké, volgende vraag. Werd jij eens betrapt op, betrapt op een leugen? Echt on spot. Zal ik liegen, ze betrappen me. En zeg je, jij liegt. En jij weet dat jij liegt. Ah. Ja, man. Wacht. Zwart is ja. Rood is nee. Ja? Je bent nooit gecatcht geweest. Op een leugen? Mm. Nee, man. Zal ik liegen nu en ze weten dat? Nou, man. Bro, ik heb te veel getraind voor dit. Nee, man. Je bent allemaal gecatcht geweest op leugens. Waarom? Ja, bro. Nee, ik geloof jou niet. Ik weet dat niet meer, maar sowieso, ik ben echt een slechte leugenaar. Ja? Hm. Ik ook, zit mijn eigen. Wauw. Ik ben lui. Nee, op welke leugen ben jij gecatcht geweest? Weet ik niet meer. Zo, je weet niet meer. Ik heb misschien dan maar dus jullie liegen, die persoon catcht jullie meteen. Misschien. Maar of jij zegt een leugen en die wisten waar het al. Misschien bijvoorbeeld de leugen als je zegt van, joh, heb je dit gedaan? En je hebt gewoon geen zin om op te antwoorden, zeg je gewoon nee. En uiteindelijk heb je dat wel gedaan. Maar je wilt er gewoon ik niet lieg op soms, antwoorden. Ik geloof dat, maar ik kan daar niet mee leven. Ik ga dat toch nog opbiechten. Echt? Ja, joh, neem niet. Ga je eigen leugen opbiechten? Ja. Nee, joh. Al een paar keer. Je bent echt te goed voor dus, deze week. Nee, wacht, je bent ermee weggekomen. Ik kon ermee wegkomen. En dan zeg je, ah, nee. Ja. Maar hoe lang direct daarna? kijk, Cher is gewoon een goed persoon. Ik weet niet, dat hangt er vanaf hoe erg het is, maar meestal niet eens 24 uur erachter. Je zei dat je niet kan liegen. Mm. Maar je bent een actrice. Ja. Is dat niet ergens?
Nee, of want dat is ik als Maimouna, ik kan niet liegen. Oké. Okay. En stel dat je in een rol moet liegen? Ja, dat gaat wel, want dat ben ik niet. Kan je dat niet de volgende keer dat je moet liegen als Maimouna gewoon even? Kan je dat zo loskopen? Allee, of course, maar is dat niet zo raar? Wat? Zo, geen vraag stellen. Zo... Ja, hey bro, hey, you lost me. You lost me. Ik weet niet. Hij zei gewoon blauw, rood, punt. Yo, you really lost me. Nee, maar het ding is, zij is Maimouna, maar ze speelt bijvoorbeeld Zizou. En dan als ze Zizou is, kan ze liegen, maar Maimouna niet. Ik vind dat zo moeilijk om te snappen. Ja. Hoe doen jullie dat? Maar dat is zoals nu, zo dit. Ja. Ik vind dat echt moeilijk, ja. Ik heb echt stress, hè. Maar dat is omdat ik dat ben. Okay. Dat is omdat ik weet dat ik niet een personage aan het spelen ben. Dus moest je nu de set zijn, moest je nu Zizou zijn, zou dat niet zo zijn? Nee. Maar... That's crazy. Hard. Oké, okay. Volgende vraag. Ben je ooit al verloren gelopen in het buitenland? Ja. Iedereen? Nee? Nee? Maar... Ja, ik wel. Dus ja. In Barcelona. Barcelona. Dat is echt de eerste keer dat iemand mij ging laten winnen. Ja? Ja, Johnny. Ja, ik dat. Nee, vertel, dit vind ik wel interessant. Ja, ik heb dat gisteren ook verteld. Hè, maar zo vroeger, alleen een paar jaar geleden had je zo in het Frans zo een trend waar dat zo mensen zeiden van, we gaan eten, on va manger. En dan zeg ik die persoon, on mange pas, nous. Ken je dat nog? Ja, ik ken dat. Oké. Okay. Die jongen heeft dat 18 uur lang gedaan. Maar in het begin is dat grappig. Snap je? Ah, we steken over. Ah, steken wij niet over? Dat is eigenlijk dat. Dus ah, we gaan oversteken. Ah, steken wij niet over? Maar zo de hele dag. Het probleem is, broer, we zijn 18 uur in Barcelona. Het is 5 uur in de ochtend of zo. We zijn uitgegaan. We zijn verloren gelopen. We vinden het hotel niet terug. En we zijn nog te ver. Broer, ik was kapot. Ik kon niet meer. En we moeten oversteken, toch? Op een fucking groot rond punt. En ik zeg, man, het is rood. En hij gooit gewoon... On traverse pas nous. Maar dat was zo de druppel te veel. Nee, ik kon niet meer wandelen. Ik ben gewoon blijven staan. Ik heb gezegd, als je dat nog één keer doet, ik ga wenen. We gaan niet naar het hotel. Ja, man. Wow, breaking point. Ja, dat is de enige keer in mijn volwassen leven dat ik mijn breaking point heb bereikt. Wow. Shout out Junik, bij Chip. Ja. Cher? Ik ben verloren gelopen in Parijs. Schoon. Ah, maar Parijs is moeilijk, hè. Broer, je moet weten, ik was de Oceaan zoeken. Nee, Parijs. Maar je is een villet. Maar je is een villet en ik wist niet waar ik was. Dus. Ja. Heb je hoe zeg je dat? Heb je slecht oriëntatiegevoel? Dat ook, allee, een beetje. Ja. Maar ik heb mij nog kunnen redden. Mijn school heeft mij gevonden. Maar let, je spreekt Frans toch? Daarom. Ja, toch. Ben je verloren gelopen af? Ik ben de wereld al 2 keer rondgereisd. Nee, er was een keer zo middelbare school, ik had beef met iemand. Ja, nee, maar de school. Nee. Ik weet niet wat de fuck dat mee te maken heeft. Anyways, we raakten een soort van deels slaags. Een oudere neef van mij kwam ertussen. En we raakten kwam... slaags? Je hebt gevochten? Ja. Ik vertaal voor de Vlamingen. Ja. hij zei me van, ja, je eet toch niet vechten en zo, be the bigger person, bla bla, et cetera, et cetera. En dan nam ik een bus naar huis, maar ik wist niet welke bus het was. Ik nam gewoon de eerste, de beste bus en ik was gewoon ergens verloren gelopen. En ik stond van, oh shit, dit is niet de juiste bus. Ik zeg van, joh, kan je mij vlak bij mijn huis? Hij zegt, die buschauffeur zegt van, nee, dit is niet de weg die ik neem. Ik zeg van, ah shit, dus ja, ik loop. Ja. Ik stap uit en denk van, damn, waar ben ik? Het was zo'n hele rijke buurt en zo. Grote villa's en van, wat een mooie buurt. Maar ik wist echt gewoon niet waar ik was. Jezus. Eind van de dag bleek het gewoon 1 wijk verder dan waar ik woonde. Zie? Ja. Ik was gewoon eigenlijk altijd in de buurt, maar ik wist gewoon die buurt niet. Dat is nog erger, vind ik. Ja. Even een sidevraag. Hebben jullie ooit de bus genomen zonder bestemming? Gewoon zitten met muziek? Bro, naar welke series kijk jij? Ik heb dat gedaan. Wat voor One Tree Shit heel kijken naar? Nee, soms neem ik en gewoon een bus. En met zo'n emotionele gitaarmuziek in de achtergrond. Ik neem een bus als ik zo... Als kind, je hebt geen rijbewijs of zo, dus je pakt gewoon een bus. Duidelijk. Zomaar? Ja, naar nergens. Naar terminus en terug. Wacht, weet je... Wandelen? Nee. Zo, ik dacht dat hij zoiets ging zeggen van... Weet je, je gaat naar de luchthaven en pak gewoon een rij. Zoiets, ja. Dus, gewoon voor de lok koop jij een ticket in de bus. Nu de lijn, trein, je gaat gewoon echt. Nee, als kind, hè. Nu niet meer, maar als kind denk ik dat. Bro, kind, bejaarde, volwassen, dat maakt niks beter hoor. Ik bedoel. Dus je pakt gewoon de lijn, bus 32. Kijk, ik kan gewoon weten of je de enige was. Moet je nagaan, 2:14. Ik ben de enige, dank je, ik ben de enige.
Hij heeft spijt van die vraag. Snap je? Ooit op de enige was, ben de enige. Ja, denk je. Maar jij zou dat ook doen, gewoon luchthaven? Ja, maar ik dacht dat was wat hij bedoelde. Gewoon zo, jij kunt naar de luchthaven en dan zo ticket naar ik weet niet waar. Ja, ik zou dat doen. Sowieso, ja. Zou je dat doen, want dat bestaat? Maar je kan het gewoon doen, ja. Er is een agentschap die dat doet. Je boekt een reis, maar je weet niet naar waar. Ja, klopt. Ik heb ervan gehoord. Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou kijken naar waar gaan de vluchten nu en ik kies er gewoon eentje uit. Maar ik zou niet random opstappen en ik weet... Nee. Ja. Is dat graag? Nee. Wat graag? Nee, sorry, maar deze wereld... Was spontaan. Deze wereld, nou, kijk, er zijn sommige landen die... Klopt, sommige landen heet het niet welke van people like us, oké? Okay? Asher, volgende vraag. Yes. Heb jij al geantwoord? Ik denk, Fanny. Heb je al eens iets levensgevaarlijks gedaan? Iets levensgevaarlijks waarvan jullie echt hadden van, ik ga nu dood. Wacht. Elke dag. Ben ik al in een situatie geweest die levensgevaarlijk was? Zo, of heb ik al iets gedaan? Dat zo gevaarlijk was dat je kon sterven, maar je hebt het toch gedaan. Je wist van de risico's, maar je hebt het gedaan. Ik denk wel. Denk ook wel. Ja. Denk het wel. Maar ik weet niet, misschien iets gevaarlijks, maar levensgevaar, dat weet ik weer niet. Dus ja. Denk het wel. Het hangt af van hoe het had kunnen aflopen. Dus. Ik denk, weet je zo in Aalst, Terlinde en zo? Wat, gewoon carnaval? Nee. We gingen zo op daken en zo, toch? Wauw, ik had een hele foute grap in mijn hoofd, maar nee, oké. Okay. Ja, we gingen op daken en zo, dus dan misschien. Weet je, je moest daar opklimmen en zo, je wist niet hoe je terug naar beneden kwam. Zo'n dingen, ja. Dat, man. Ja? Ik heb als kind echt domme dingen gedaan. Shit. Luister eens op, jongen. Top 3. Iets met stopcontacten. Oké. Okay. Ja, maar dat heeft iedereen gedaan, toch? Nee. Kende zo die ventilators? Ik heb mijn... Uw vinger daarin. Ja. En voor jouw jeugd of anders. Mijn jeugd is gestopt bij zo'n beetje als je de trap, je doet je hoofd erin zo en dan is het vast. Ja, heb ik ook gehad. En dan doe je dat nog eens om te zien, van, was dat toeval of niet? Ja. Ik ben ooit dat was mijn level. Van slaapkamerverdiep over de leuning. Ja, ik ben daarop gaan staan, de leuning. Ik ben gesprongen naar de woonkamer. Ik weet wat ik heb gedaan. Zeg het eens. Weet je, met Francie, mijn neef? Ja. We zijn ooit gaan zonnen op het dak. Ja. Maar dat waren zo... Ons dak was zo, dat waren zo gladde tegels, toch? Ja. Yeah. Tim zie je van. Wow. Mijn moeder is toegekomen. Waarom nu iets zegt, ja. Als kindje stond ik een beetje zo uit het raam. Mm-hmm. Maar dat was het een beetje. En dan nog ik iets. Zo'n beetje. Je stond gewoon. Nee, maar ik stak echt heel mijn bovenlichaam uit het raam. En een buurman had ons gezien, belde naar mijn moeder. En mijn moeder zo heel snel slijpte en pakte hem zo mijn kraag. In een zwijn en ja, grond. Heb jij iets levensgevaarlijks gedaan? Ja, ik ben rolschaatsen? Ja? Van de trap. Why? Wat, ken jij Rocket Power? Ja, dat is ja. Ik was daar, ja. Ja. Dat was ik. Ja, waarschijnlijk zou daar kunnen liggen. Ik ga jou af. What's the next question? Of zijn er nog next questions? Jawel. Ik heb ook bestek in de micro overgestoken ooit. Wat? Waarom heb je bestek? Hoe oud was je? Nee, hoe oud was je? 5, 6. Dat was een probleemkind, denk ik. Hè? Piet, hè? Ja. Dat is echt gevaarlijk. Moeilijk. Probleem, man. Laatste. Hebben jullie ooit eens een heel fout excuus gebruikt om een afspraak om af te wijzen of om weg te gaan? Ja. Heb jij een andere vraag? Huh? Heb je een andere nee, vraag? Nee, man. Ja, klopt. Nee, beter niet. Mensen gaan dit zien. Ja, okay. Skip de vraag. Moi, j'assume. Nee. Assumeer gewoon. Moi, j'assume. Nee, bro, spreek voor jezelf, man. Ik heb meer te vragen. Ik heb het niet gedaan, hè. Damn. Ik heb het nog niet gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik ga niet zeggen welke. Misschien voor Jeto de Arctics of zo. Jij hebt dat nog nooit gedaan? Nee. Wauw, je bent te puur voor deze wereld. Je spreekt met iemand af, je gaat. Met tegenzin. En je gaat. Je gaat gewoon. Als je bij mij percentage afspraken, zit ik aan 80% ik ga niet en 20% ik ga. Dat is wel veel, 80. Ik was ooit aan het grap. Misschien is dat dus meer, hè? Ooit zei ik voor de grap, ik ga koken voor u. Zei kom, ik was daar, ik ben gaan kopen. En voor wie was dat? Een vriend. Din. Nee. No, man. Echt voor een vriend? Nee, bro, ik kan niet op camera. Waarom? Was het zo erg?
Ergens wel, ja. Ja? Hoe heb je gezegd? Begrafenis? Oh, wow. No. Nee. Ik ontken het niet, ik bevestig het niet. Hè. Ik ontken het niet en bevestig het niet. Dus ik zeg gewoon niks. Ik zeg och. Ga hierop afsluiten. Jay heeft ooit... Bro, we hebben nog een aanrader van de week. Ja, maar we gaan nu over naar de aanrader van de week. We gaan nu over naar de aanrader van de week. Wat heb je voor me, Alex? Nee, jij mag beginnen. Ik heb een podcast. Het is de Mindset Mentor. Dat was een aflevering. Dat ging over how to forgive others to heal yourself. How to forgive others to heal yourself. Omdat wanneer jij nog altijd met zeker wrok zit en haat naar een persoon die jou iets heeft aangedaan, is het enige die het meest aan leidt jezelf. Okay. Want die persoon kan misschien spijt van hebben of niet, want je weet dat niet. Je bent niet meer in contact met die persoon. Dus als jij het gewoon loslaat voor wat het is en gewoon mee verder gaat, of op een bepaalde manier vrede mee hebt, dan bevrijd jezelf ook van die last. En dat is een interessante... Kunnen jullie vergeven? Kan jij vergeven? Ik kan vergeven, maar ik vergeet niet. Dus je vergeeft niet? Nee, ik heb zoiets van, als ik beslis om je te vergeven, dan gaan we echt gewoon verder. Okay. Maar als ik zeg van, ik kan het niet loslaten, dan... Ja. Kan jij vergeven? Ik kan geen wrok houden, ik moet vergeven. Ik kan dat niet. Je moet vergeven? Ja, ik kan er niet meer leven. Zo nee, mooi. Dat is mooi. Kan jij vergeven? Nee. Oké. Dat kan snel. Nee, maar in de zin van, het is waar, ik kan het moeilijk, maar ik werk eraan. En daarom luister je naar deze podcast. Ja, het was eigenlijk heel toevallig. Ik weet niet, het was niet eens van dat ik het koos. Was gewoon op aanbevolen. Ik dacht van, iets nieuws. En ik klikte erop en dat was het. Dus het zette me op het denken. Okay. Ik vergeef wel alles, maar ik vergeet niet alles. Snap je? Zoals zij zegt, ik kan dat niet vergeten. Bijvoorbeeld, ik ga dat, loslaten, maar ik kan dat wel onthouden. Gotcha. Okay. Ja. Maar Moen, heb jij een aanrader van de week voor ons? Yes, ik heb er twee zelfs. My love. Nee, maar wacht, moet dat van nu zijn? Nee. Alles mag je. Dus ik heb twee. Mm-hmm. Dus ik heb één, dat is een film op Netflix. Okay. En die heet Passing. Ik weet niet of dat jullie dat weten. Waarom gaat die? Dus dat is super interessant. Dat gaat over twee vrouwen. Eén vrouw die de hoofdrol speelt. En zij woont in Harlem in 1920, denk ik, zoiets. Dus je hebt nog heel hard de dingen van zwarte, witte mensen. En zij ontmoet een jeugdvriendin. Allee, zij komt die terug tegen, die nu doet alsof dat zij wit is. Dus zij is eigenlijk het zwart in Amerika, dus zij is wel heel licht. Ja. Die dus doet alsof dat ze wit is. Dus dat is een koen. Ja. Nee. Wat? Zij is wat? Dat is een koen. Niet naar hem luisteren. Ik was zo, wat? Ik word er serieus uit, gewoon een beetje te breken. Sorry, dus ben dik. Nee, maar dat is echt een interessant verhaal. Gewoon van, je doet, want zij heeft dus ook een man en kinderen, een witte man die ook zwarte mensen haat. Maar eigenlijk is hij dus getrouwd met een zwarte vrouw, alleen weet hij dat niet. Dat is crazy. Wow. Dus, maar het is ook super nice, heel die film is zwart-wit. Ja. Okay. Waardoor dat je al kleuren van mensen moeilijk kunt onderscheiden. Wow. Dus super nice. Dit is like chicken. Dit is hoe je een aanrader verkoopt, by the way. Yeah. Wel een trage film, als je snapt wat ik bedoel. Lang veel, veel tekst, veel, echt zo niet veel actie, maar gewoon. En het tweede is een boek, Niwam, van Ousmane Sembene. Kunnen jullie dat hem kennen? Ja, hij is een Senegalese schrijver en filmmaker. Dat is een klein boekje, dat is 36 pagina's of zo. Goeie, nice. Ik doe maar alvast over de aantal pagina's. Dat is dus goed, man. Nee, dat is echt een goed boek om te lezen als jij niet graag leest. Top. En dat gaat over een vader en zijn zoontje is net gestorven. En hij wil die naar het kerkhof brengen, van de ene kant van Dakar naar de andere. En hij zit dus met het lijk van zijn dode zoontje op de bus. En dus heel het boek, die 36 pagina's, is dus gewoon de busrit van hem met zijn dood kindje op de bus. Heel mooi, echt te lezen. En de film kijken van die dat ik daarnet zei. Hard. Sterk. Wat is jouw? Mijn aanrader is journaling. Dus je moet, alleen niet echt journaling, maar eerst... Dat heeft geen naam eigenlijk. Dus wat ik doe, dat is gewoon iets dat ik altijd doe om de zoveel dagen of om de week. Dat ik even zo elke avond een avond pak, een moment pak om mezelf te evalueren. Bijvoorbeeld, als het dagelijks is, dat ik dan die dag zelf beoordeel van dat heb ik gedaan, dat was positief, dat niet. En wat kan ik dan morgen doen? En wat heb ik vandaag niet gedaan dat ik morgen wel kan doen? Dus dat ik zo'n beetje... Want het gaat allemaal snel en dat ik er niet bij stilsta wat ik allemaal doe, wat ik niet doe. Dat ik dan een
een beetje bijhouden van dat gedaan, dat niet. En dat ik dan voor mezelf uitmaak van, hou ik mij goed genoeg bezig, productief of niet productief, neem ik genoeg tijd voor mezelf. En ik vond wel dat dat echt helpt voor mij om even stil te staan bij alles wat ik doe en wat ik niet doe. En fuck with that. Zeker een Stefan. Ik kan me helemaal niet vinden, want ik had het me ook beloofd om wat te doen. Sterker nog, ga je naar zo'n boek bestellen. Ja, doe dat gewoon in notities. Ja, ik ga dat doen. Gewoon doen. Ja, klopt, notities, maar ik heb er zoiets meer aan als het zo tastbaar is. Ja, ja. Wat ik doe is zo... Sorry. Nee, zeg maar. Wat ik doe is zo schrijven waar ik dankbaar voor ben. Ook. Allee, ik vind dat zo'n beetje... Dat is hard. Elke dag? Nee, niet elke dag, maar gewoon zo... Als ik zo wat down ben of zo, dan schrijf ik zo van, hier ben ik dankbaar voor. En dat helpt zo. Oké, hard. Hard. Zeg het eens, Phantom. Ja, man, mijn aanrader sluit eigenlijk een beetje aan bij wat Sher heeft gezegd. Mijn aanrader is gewoon in het algemeen, weet je, take care of your mental health. Ik vind dat iedereen dat op zijn eigen manier moet doen, maar dat iedereen daar wel tijd voor moet maken. En waarom ik dat vooral nu vind, is... Ik heb altijd het gevoel dat in de wintermaanden mensen er een beetje meer onder zitten dan gewoonlijk. En ik zag... Wat? Een story? Ja, nee, ik zag een post. Ik zag een post van een jongen uit de UK die uit het leven is gestapt. Ja, ook een jonge gast die volgens mij ook op het internet bezig was met allerlei type of content. En ik zag ook de reactie van de mensen, weet je. Iedereen was verbaasd en hij was such a happy guy en al die dingen. En hij was such a good guy. En ik ben blij, want ik zie wel dat de laatste jaren iedereen er meer mee bezig is. En het wordt meer gezegd. Maar ik denk dat iedereen voor zichzelf wel een moment moet nemen om dat te doen. En ik vind het altijd hard wat mensen zeggen van... Je gaat ook eigenlijk toch wel minstens 1 keer per jaar naar de tandarts. 1 keer per jaar naar de dokter. 1 keer per jaar. Dus voor heel jouw fysieke welzijn doe je het wel 1 keer per jaar. Doe het dan minstens 1 keer per jaar ook voor jouw mentaal welzijn. Want dat is even belangrijk of... Zien nog belangrijker, weet je. Klopt, man. Dus dat is mijn aanrader naar de mensen toe. Yep. Take care of your mentals, take care of your chickens. Yes, man. Ja, nou, man. Dan wil ik het hierbij afsluiten. Maimouna, enorm bedankt super dat bedankt. Je hier wil komen. Bedankt. Bedankt. Yes. Sher, ik wil jou bedanken voor je debuut. Tot nooit meer. Heb je nog stress? Heb je nog stress nu het gedaan is? Nee, ik ben wel meer op mijn gemak gekomen op het einde. Ja? Ik ook, ja. Ja? Ja. Nu ben ik chill. Als we dat nu opnieuw kunnen doen. Ah, je mag altijd terugkomen. Ja, dat is lief. Bij elke release, bij elke film, bij elke... Of als je iets ziet op tv, zegt van, ik moet daarover spreken, stuur ons, kom langs. Sowieso, yes. Thanks. Wow. Nee, sowieso. Thanks, my guy. Ja, toch. Gang, gang. Thanks aan mezelf. Thanks aan jullie, de kijkers, de luisteraars, de mensen die zijn binnengekomen. Ook bedankt aan jullie. Thanks, Robbe. Thanks, Tim Dalle. Ja, man. Thanks, J-Wow. Thanks, J-Wall. Thanks, Brian. Thanks, Wasim. Thanks, iedereen die aan meewerkt. Iedereen die naar luistert. Blijf bekijken. Dit was Koolkast Late Night. En hopelijk tot de volgende keer. Dag eens. Ciao.